Het is een beetje winderig hier aan zee. Een goeiemorgen en goeiemiddag is het ondertussen al geworden. Wij zijn heel chill, wakker geworden. Zonder wekker. Ja, zonder wekker. We hebben gisteren een hele leuke lange wandeling gedaan met mijn mama die ook nog eens op bezoek is gekomen. Het was heel mooi zonnig weer hier aan zee. En vandaag moest het allemaal zo'n beetje niet. We hebben heel rustig aan wakker geworden. Ja, ontbeten. Net ook al snel lunch gegeten, salade. En nu zijn we er klaar voor om naar buiten te trekken. We gaan zo nog eventjes even naar buiten. Even uitwaaien. Het is winderig buiten, dus heel veel wind. En ik heb dat niet graag, wind. Nee, zeker ook niet om te vloggen. Nee, het is totaal niet ideaal vlogweer. Maar we gaan toch eventjes tot aan de zee wandelen. En eventjes langs de dijk zo een keer goed uitwaaien. Het zal serieus waaien. Maar het is plezant. Ja. Eventjes door de wind. En hopelijk niet door de regen. En dan gaan we... Dat getreden, ja. Nu dan gaan we weer terug naar ons appartementje. Dan gaan we weer zo lekker knus tegen elkaar zitten. Ik ben echt een beetje lui vandaag. Kun je het ermee aanzetten? Je bent niet enkel maar vandaag lui. Je bent wel vaker lui. Ja, nee, vandaag nee, extra. Ik heb ook zo het idee vandaag is de zon er niet echt zo. En dat brengt voor mij... Wat meer genieten van het appartement. Ja, maar zo, ook zo, maar dan het is hier zo zalig leuk. Hier in de Holiday Suites in Westende. Het is hier zo zalig leuk. En het is eigenlijk jammer dat we zo weinig hier in het vakantiehuisje eigenlijk zitten. Vakantiehuisje? Vakantiehuis. Ja, vakantieappartement. Dus ik wil hier ook wel graag optimaal... Ondanks dat we hier... We hebben hier nu al serieus wat van genoten. We hebben hier al in de zetel gezeten. We hebben aan tafel gezeten. We hebben in mijn bedje gelegen. Gezelschapsspeltjes. Ondanks dat allemaal gaan we toch nog heel eventjes naar buiten. En dan straks gaan we verder chillen hier. Ja. Ja. Mondmasker aan, eventjes door de gang te lopen. En dan kunnen we weer. We hebben heerlijk uitgewaaid aan de zeedijk en op het strand. En nu ligt Jero hier al klaar in bedje met de laptop om nog een beetje nog wat te Netflixen. Hè? En naar wat wil je graag zien? Huh? Welke serie wordt het? Of welke film wordt het? De kerstserie. Goh, ik weet niet wat we zullen zien. Hè? Ja, het zal denk ik iets kerstrig worden. Ja, een mooie film gekeken. Een oude film. Oude kerstfilm. Maar nog altijd even goed. Santa Claus. En je hebt ook Santa Claus 2 en Santa Claus 3. Disney Plus. Dus we hebben nog wel eventjes op Disney Plus gekeken. We hebben niet volledig uitgekeken, hè? Nee, want we waren in slaap gevallen. Ja, maar dus voordat we in slaap vielen, dus het eerste deel dat wij gezien hebben, was wel goed. Dat was aangenaam. En we zijn een glaasje alcoholvrije. Bubbels aan het gaat lukken. Ja. Niet laten schieten, hè? Nee. Hoppa! Hey! We gaan vandaag genieten van een feestelijk glaasje alcoholvrije bubbels. Het is hier al bijna alle dagen grill geweest, hè? Hoe mama daar zo hadden, ze gaat staan in de winkel en ik zei, kom, dat is toch net ietsje bijzonderder, hè? Ja, op wat klinken we? Op de toekomst. Op de toekomst. Dat het allemaal beter mag worden. Ja. En zo is er weer een dagje aan zee gepasseerd. Het voelt goed, het voelt leuk om hier zo eens heel wat dagen naar elkaar te zijn. Meestal als we zo ergens naartoe gaan, dan blijven wij meestal maar zo voor een paar dagen. En dan moeten we daarna weer gaan werken. Maar nu hebben we echt de tijd genomen om eens aan de Belgische kust voor een heel lange tijd te blijven. Dat zouden we anders nooit doen. Maar nu hebben we echt wel de tijd, onze eigen zaak is gesloten. Dus eigenlijk profiteren we en genieten we er ook wel enorm van. Dus het voelde echt goed. Het was echt leuk. En morgen zijn we hier nog gewoon een dag aan zee. Als je benieuwd bent wat we dan weer gaan doen, dan moet je kijken. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.